Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. En eentje waarbij we content hebben waarbij jij, ik wil niet zeggen genaaid bent, maar je mogelijk niet gaat krijgen wat je had verwacht. Maar fijn dat jullie er zijn, een duimpje omhoog op deze video zou heel erg gewaardeerd worden. Als deze video binnen 24 uur 400 likes had, dan hebben we op zaterdag een nieuwe video en een nieuwe stream. We verzinnen wel iets. Het komt goed. Als dat gehaald wordt, als dat beloofd wordt en het wordt gehaald, dan doe ik het ook, want belofte maakt schuld. Maar, wat wij dus hebben... En als je dat gemist hebt, waarschijnlijk heb je hem al gedaan al, in de verwachting dat je krijgt waar je op hoopt. We hebben een Showdown Alvarez en een Showdown Perisic. Nou, allebei leuke kaarten natuurlijk. Alvarez, een 96 credit kaart, kost 5 squads, komt meer dan 300k kost deze kaart. Faster skills, vierste weak foot, hoog laag werktempo. Finish shot rate en outside the foot shot. Ik ga heel eerlijk met je zijn. En Jitsen noemde dit een van de beste kaarten in de game, want ik een beetje ver vind gaan mogelijk. Hij zei is even goed of beter dan Salah misschien wel. Dat gaat hij 100% niet zijn. Dat weet je gewoon. Hij wordt niet de beste spits in de game. Maar het ding is wel... Het kan een 98 graded kaart zijn. Nou, het enige ding is... Je gaat niet zo snel achterkomen wanneer. Want wat wij nu gedaan hebben... Terwijl ik 10 keer die 85 plus 10 heb gedaan... Zodat ik kaart in mijn club heb. Want laten we het zo zeggen. Het voordeel van fodder... Is met die special kaarten kun je elke squad doen. Maar omdat je niet over de rating heen wilt gaan... Moet je het een beetje aanvullen met golds. Het enige ding is... Ik heb niet heel veel spannende goals meer. Ik heb niks van dat boven de 80 in mijn club. Gisteren natuurlijk, op donderdag, is de koningin van Engeland overleden. En de clubs kregen de vrijheid. Althans, de voetbal... hoe zeg je dat? De bonden, die zocht ik even. Kregen de keuze om te besluiten. Gaan we door? Of gaan we niet spelen dit weekend? En de Premier League gaat niet spelen dit weekend. Alle wedstrijden van dit weekend... en ook maandag... Zijn er afgelast. Dus... City Spurs. De vraag is vooral, wanneer gaan ze dat inhalen en hoe gaan ze dat allemaal timen? Want het ding is dus, dat snap je misschien wel. Deze is best wel heel erg goed. 5 kaarten, 95 plus. Don't mind if I do. Maar het ding is dus, omdat het schema nu al zo idioot druk is, want we hebben natuurlijk dat WK vanaf mid-november is het geloof ik. Mid-november denk ik dan. Champions League wordt dus allemaal eerder gaan dan normaal. Normaal gesproken eindigt Champions League groepsfase ergens in december. Dat schuiven we nu ook allemaal op. Het wordt lastig om te zien wanneer ze hopen die City Spurs en eigenlijk elke wedstrijd tussen speelronden in te halen. Want er is bijna geen moment rust in de planning om te zeggen, oké, we gooien hem op dit punt. Je kan vriendelijk zijn en zeggen, we halen de trigger over. We geven ze allebei per definitie een plus 1 of automatisch plus 2. Maar aan de andere kant kunnen ze dat niet doen. Want dit soort kaarten zijn afhankelijk van de wedstrijd. En die wedstrijd moet nog gespeeld worden. Dus wat EA besluit hiermee te doen, is eigenlijk niet echt te voorspellen. Je kunt gokken en hopen. En je kunt zeggen, oh, als EA aardig is voor ons. Maar ik bedoel, in de realiteit weten we eigenlijk allemaal donders goed dat EA geen reden heeft om, weet je, de liefdadigheid zelf uit te hangen. En, you know, eerlijk is eerlijk, waarom zouden ze ook? Want jij en ik... We doen die SBC's toch wel, weet je wel. We kunnen claimen van, oh, ik ben hier zo boos om en waarom doet EA zo? Maar eindstand doen mensen, weet je, mensen doen toch wel weer zo'n SBC. Als we morgen een nieuwe showdown krijgen, doen mensen het toch wel. Nou, EA had hier, you know, EA had dit makkelijk op kunnen lossen. Wat EA had kunnen doen, in mijn optiek, is simpelweg gewoon een showdown doen voor de Bundesliga. Dan weet ik dat je denkt, en dat zullen veel mensen hebben, wat de hel boeit de Bundesliga mij? Fair punt. En weet je wat ik daarop zeg? Is, dit weekend heb je, als het goed is, las ik, Leipzig-Dortmund. Leipzig tegen Dortmund is interessant genoeg dat je kan zeggen, pomp er zo'n showdown in, helemaal prima, komt wel goed. Want nu is het zoiets van, ja, de hel moeten we doen met deze twee Premier League kaarten. Het zijn 96 graded, helemaal nice, maar het is hem ook gewoon net niet. Ik heb trouwens niet op de rating gelet, dus ik hoop stiekem dat ik niet op 91 zat of zo. Maar dit is hem wel. Ze hebben de tweede squad ook al gedaan, dat is het voordeel. Ik heb nu twee squads gedaan met één zo'n pack. Zo simpel is het daadwerkelijk, maar ik wil ze gewoon allemaal doen. Zodat ten eerste, ik heb ook de andere dingen gedaan zoals playoffs om gewoon weer goals in mijn club te krijgen. Want op dit moment is het dus gewoon 3 keer niks. Maar het is ook gewoon zoiets van, ik hoop dat ze gewoon nog echt... Nou, gewoon nog een 99 graden kaart erin dumpen. Want mijn eerste gedachte bij die Alvarez kaart was, wat ik echt hoopte... Wat we niet meer gaan krijgen natuurlijk, want dat hadden we vorig jaar al heen. Maar ik hoopte op een End of an Era Aguero al een tijdje geleden. En natuurlijk had hij die dus vorig jaar, want hij ging weg bij City. En je kunt zeggen dat, ja, hij heeft niet echt een era gehad bij Barcelona... Maar het is meer zoiets van, yo, Aguero, ik denk dat de meeste mensen toch wel zeggen, ja, het is toch wel een legendarische speler, weet je. Als zou best een icon kunnen krijgen in de nabije toekomst. Alves weer? Nee, dat is een CDM, dat is een Alan. Die Alvarez kaart, als hij de upgrade krijgt, is beter dan elke Aguero kaart ooit voor City. En Alvarez heeft 5 wedstrijden of zo gespeeld voor de club, dus dat soort dingen zijn crazy. Want dan hoop je van, damn, het had Aguero kunnen slash moeten zijn. Ook niet onaardig trouwens.
Ik bedoel, kost geen reet meer natuurlijk. Dit is crazy. Like, laatste 3 weken van de game, natuurlijk, crazy. Maar dat zo'n kaart ruim onder de 100k's is toch wel bizar. Oké, zo halen we hem 88 rating. We halen Havertz er nog uit. En dan zitten we eigenlijk wel goed. Small prime gold player spec krijgen we daar dan voor. En een Perisic kaart moet ik überhaupt inlonken. Want het voordeel wat ze met Perisic hebben gedaan. Als die de upgrade krijgt. Wat best kan. Want ik denk dat mensen onderschatten. Ik heb een dievenzeker aan Spurs. Maar ze hebben een redelijk goede recente record tegen City. Want wat City doet, is ze voetballen meestal iedereen kapot. Wat Spurs doet, en het is niet lullig bedoeld, want het is waarschijnlijk de beste strategie tegen City, is gewoon wachten tot je kan counteren. En dan gewoon een Kane pass op Son was het vorige jaren gewoon. En dat leek redelijk effectief. En kijk, hij heeft niet echt interessante spannende trades of zo. Maar Perisic is ook goed in games. Hebben zijn workrates verbeterd naar hoog normaal. Ik heb zijn, volgens mij zijn meest recente kaart was die FUT Fantasy toen. Die heb ik zo lang mogelijk gebruikt. Het enige wat ik kan zeggen is, als je ook maar een beetje verstand hebt van hoe dingen werken, dan weet je dat die kaart goed was. Ja, maar ik snap dat die niet ieder stijl is, maar je kan niet zeggen dat die kaart gewoon niet goed was. Dus ik gooi maar een paar van dit soort kaarten erin. Ik denk niet eens dat ik hem per se nodig heb. Want we moeten Cam halen, dus ik wil sowieso mijn Premier League kaart erin hebben. Cody ook nog. En dan kijken we waar we staan. Ik bedoel, gooi ik 97, 95 en 91 in. Als dit niet goed is, dan weet ik het ook gewoon niet meer. Et voilà, de 87 rated squad voor een Prime Mixed Players Pack. Wat voelt als een van de grootste rip-offs ooit, maar als je ook eerlijk kijkt naar wat ik inlever, gewoon überhaupt, dan is het natuurlijk ook 3 keer niks. En het bewijst me ook hoe makkelijk echt iedereen dit soort kaarten kan halen. Want ik zei het in het begin van de video, ik vind zo'n Alvarez eigenlijk wel een tikkeltje overpriced. Natuurlijk kun je zeggen, 340k is niks als je kijkt naar hoe makkelijk je de kaart krijgt die, you know, waarmee je die squads kan doen. Maar het gaat er meer gewoon om dat die Alvarez is duurder dan menig andere kaart die er nu uitkomt. En dat is crazy. Ik doe hier denk ik deze en dan misschien nog St. Just en dat moet goed zijn. Dus voor de rest gooi ik hier gewoon golds in. Oh, er moet wel een City speler in bij deze. Oh, dat wordt interessant. Want kan je vertellen, die heb ik. Ik denk dat Walker bijna mijn enige is. Misschien één ander. Ik bedoel, het is inderdaad niet veel meer. Dus Walker gaat erin voor de vibes. En 60 cam voor de rest. Dus we gaan dit aanvullen. En dan zie ik jullie zo. Nou, we hebben inderdaad een 86 rated squad met 82, ik weet niet eens hoeveel ik had, chemistry. En daarvoor krijgen wij dus met, ja, 2 packs heeft het ons gekost. 2 van die packs. Dus eigenlijk 110k uitgeven voor een 340k speler. Dat, ja, prima natuurlijk. Is een goede deal op zichzelf. Wat Jitsen noemde, ja, oprecht, ik was het zwaar oneens met dat hij hem mogelijk beter noemde dan Salah. Maar ik ga niet proberen te ontkennen dat hij goed gaat zijn in game. Maar het ding is dat, eigenlijk vind ik persoonlijk, en ik weet dat ze dat niet gaan doen, om heel logische redenen. Maar eigenlijk vind ik dat in dit stadium moeten ze gewoon showdowns releasen die 97 zijn en dan 99 kaarten kunnen worden. En ik snap dat soort privileges bestemd zijn voor de elite kaarten, de Ronaldo's, de Messi's, de Lewandowski's. Maar het is en blijft toch een beetje van, ja, wat moet je er dan verder mee? Jude Bellingham, hoeveel zou die nu kosten? 20k? Oprecht? Hoeveel zou het zijn? Het is ook gewoon nog zo misschien. Give or take 20k misschien voor die kaart. Is crazy. Dit is wel heel goed trouwens. 96 Joe Colt tikt lekker aan. Vooral omdat Persie zeg maar 2 squads. Dat is precies niks natuurlijk. Dus we gaan die gelijk doen. Ik bedoel, ik denk oprecht dat we dat kunnen doen. Aangezien Persie ongeveer de helft van de prijs is. Die je anders betaalt. 87 en 88. Tikken prima. De formatie is wat rot. Maar ja, aan de andere kant zie je mij boeien. Weet je wel, de rating haal je toch wel. Dus doe je bijvoorbeeld gewoon, nou, hoppakee. Araujo mag erin. Franse links. Meteen een beetje chemistry pakken hier en daar. Je komt er zo makkelijk aan. Hier, we gooien Filippi erin voor de goede orde. En voor de rest, voor de rest doe ik gewoon een beetje zo. Vul ik het gewoon een beetje aan voor wat ik heb. En dat, kijk, het kan zijn dat je allemaal pauper ratings krijgt en dat het misschien slecht is voor chemistry. Want je ziet daar al 77's in je beeld komen. Maar aan de andere kant is dat echt iets waar je druk om moet maken. Dus 88 rated hebben we. 50 cam hebben we bijna. Wat is de beste manier? Ja, nou, hoppakee. Daar hebben we hem al. Dus dat is de eerste squad alweer van Perisic. En wat kostte me? Helemaal niks eigenlijk. Ik weet dat mensen die coins willen dat ik ze uitgeef. Maar aan de andere kant, als ik het op deze manier kan doen en stiekem mensen een beetje kan irriteren met het feit dat ik die coins niet uitgeef, dan is dat er misschien ook wel waard. Want hier ook, we hoeven geen club-specifieke speler in te leveren. Dus wat we wederom gewoon doen, Team of the Week of Team of the Season moest wel. Ja, Bellingham mag erin. Daka, Koulibaly en Tonali. En dan zien we wel. Want dat zijn 2,95 plus rated kaarten. Dan moet ik nu alleen zorgen dat chemistry een beetje op orde komt.
Dus ik moet even naar League Specific kijken. En zo hebben we 87 rated met 62 chemistry. ik moet eigenlijk net als Jitsen goldpacks gaan openen. Want dat is waarschijnlijk wel de beste manier om wat golds in mijn club te krijgen. Want dit neigt naar pure armoede. Maar wij hebben dus een 96 rated Ivan Perisic. En ik ga niet zeggen, want ik meen het niet. Maar ik zou het fijn... Bij elke andere club zou ik willen dat Perisic het upgrade krijgt. Omdat Perisic kaarten zijn altijd goed voor de game. Ongeacht de meta, Perisic kaarten zijn altijd goed in deze game. Dus wij nu kijken naar het team. Wat eigenlijk... De kans is super minimaal dat dit nog aangepast wordt. Want dit is gewoon daadwerkelijk stupid. Ik kan die nieuwe tweede bijzetten. Gewoon voor het idee. Dus Perisic. En dan... Gravenberg dan maar weg of zo. Zodat ik ze er gewoon bij kan zetten. Wanneer ze hem krijgen, als ze hem krijgen. Ik weet niet wanneer we erachter gaan komen. Maar het kan leuk zijn. Dan hebben we mogelijk een 98 tweede kaart erbij. Tenzij het een bloedeloos gelijkspel wordt. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk krijgen jullie de upgrade op de kaart waarop je hem wilt. En dan zie ik jullie misschien morgen weer. Joejoe.